kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves de Remes en jawel, ik ben momenteel iets nieuws aan het doen, ook weer voor mijn website weer al. Jawel, website dit, website dat, website dit, website dat, website dit, website dat. Oh, waarom wil dat nu niet gaan? Een onverwachte foto, huh? Oei. Oké. Even geduld. Oh, die Windows-beveiliging die houdt toch redelijk wat tegen. En soms is dat hatelijk. Holy shit. Ja, oké, wat filters. Privacy-instellingen, ik ga dat daar eens even bekijken als het daar mee gaat lukken. Voilà, dat valt ook allemaal uit. Oké, dat moeten we niet zijn. Oké, dan gaan we het nog één keer nog eens proberen, want ik wou iets heel nieuws doen op mijn website en daarvoor heb ik Dreamweaver even nodig. En ja mensen, ik wil Dreamweaver hebben op mijn computer, maar niet echt kopen man. Ja, wat man. €61 per dag. Man. Dat is veel hoor. Echt waar veel. Maar ik ga jullie nu even laten. Ik ga nog even verder klooien op mijn computer. En dan ze weet nog vertrekken naar mijn ouders toe. Oh jawel. Om daarmee weer om eten te gaan halen. En dan straks weer al naar mijn schatje toe. Naar Bea. Ik ga sowieso ook wat gaming movies binnenkort hier ingooien, omdat ik toch technisch werkloos ben. Ik ga hier ook wat stofzuigen, noem maar op. Voilà. Toestaan. Ja, ik hoop dat dat toestaat. Actie nodig, ik weet het. Actie nodig, toestaan. Actie nodig, toestaan. Oh my god, echt waar. Opnieuw. Voilà, nu werkt het wel. Toevoegen aan de witte lijst. Oké. Eens even kijken. Hè. Nu proberen. Ja! Fucking hell! Zie je dus wat ik allemaal moet doen? Ja. Toestaan. Oké. Opnieuw proberen, go. Ja, oké. Dat weet ook opnieuw. En dan, ja, toevoegen, oké. En nu hopen dat er weer geen extra blokkades tegen gaan komen. Van zeg, oh, word ik zot. Bij deze, ik ga me even daarop concentreren. Ik zie jullie allemaal straks terug als ik ga vertrekken naar mijn auto's en naar mijn schatje. Mensen, geniet nog maar weer al van een onride filmpje. Ik kan er eens een timelapse maken. Dat er nog eens een muziekje in voorkomt. Eigenlijk, hè. Wie er toch al veel muziek al heb gekregen nu de laatste dagen op mijn kanaal. Met die, ook die free, rare, copyright music. Dus ik zal zeggen, geniet maar weer al van een hele leuke onride filmpje. Thank you.
Een vluggetje heen en terug naar mijn ouders toe en terug naar mijn appartementje toe. Dan kan ik ook weer eens lekker eten. Oh jawel, lekker spinazie puree. Wat ga ik dan nog doen? Dat weet ik nog niet. Ik was ook nog altijd op de computer bezig. Dus dat komt wel allemaal wel goed. Dan nu nog de juiste sleutel nemen voor hier binnen te geraken. Voilà. Voilà. Oh, die staat al hier. Dat is al goed. Ik had hem. Hup. Hup. Hup, dan heb ik mijn één hand vrij. Zodat mijn eten naar omhoog komt. Voilà, dan ga ik terug naar buiten toe. Nou, kan ik in mijn lift en dan heb ik mijn eten terug. Voilà, deur toe. En eten maar. Ik weet wat ik morgen sowieso al nog ga doen hier bij mij thuis, is één en al opruimen en rotte. Oh, staat er geen cola koud. Yay. Dus ik moet nog een cola gaan kopen. Maar ik ga nog proberen te wachten tot mijn volgende stocking er is. Vandaag is het een derde of een tweede. God, mijn jaren. Ik weet het zelfs niet. Vandaag is het dinsdag. Dat weet ik wel weer al. Dan is het een derde. En wanneer stort het geld? Dat zie ik... Hierop, vandaag is de 3 november. De 10e november nog bijna 7 dagen heb ik terug wat geld. Yippie. En dan kan ik er al wat inkopen gaan doen. Lekker eten, drinken, kopen. Ja, nog wat rekeningjes te betalen. Ja, dat moet ook gebeuren. Dus mijn kaas zal alles beginnen al op te tellen hoeveel dat ik effectief moet gaan betalen. Zo, tot straks allemaal. Zo mensen, jullie zien het dat mijn sixke weg is. Yeah. We vertrokken richting Bea nu. En jullie hebben het misschien ook wel gemerkt op mijn website. Jawel, er is een nieuw item toegevoegd. Een limited edition item. Wat houdt dat in? Een limited edition? Jawel. Dus voor alleen maar voor de eerste 500 bestellers, dus ik herhaal, voor de eerste 500 bestellers komen de contrast hoodies, die staan nu al online en daar kunt je eigen naam op invullen. Ja, manneke, ik heb voor en van rechts. Maar ja, dat gebeurt hier niet zo vaak. Nee, dus ik heb dus contrast hoodies online gezet. Hier dus aan met de Psycho TV logo op. En dan op de achterkant kun je jouw naam of jouw nickname of eerder whatever erbij toevoegen. Dus dan moet je dat bij de opmerkingen plaatsen van wat je er juist wilt op hebben. En dan plaats ik dat er ook op. Bij de opmerking kun je ook dan bij de bestelling dan ook een URL plaatsen. Bijvoorbeeld als je een afbeelding of zo erop wilt zetten, blijft het voor €60. Ik zeg het u alleen maar. Het blijft ook hetzelfde prijs. Dus als je een afbeelding of een logo neemt, of uw naam of een nickname, blijft altijd €60. Dus
kunt u uw eigen naam van achter laten bedrukken of in een logo. Dan weten jullie dat. Ik zal zeggen, ga heel snel naar www.cyclotv.be. Op de hoofdpagina staat er ook een nieuwe nieuwspostje. Daarop klikken dan en dan zie je ook wel dat daar ook dat je het ook kunt bestellen. Wat je sowieso moet doen, dat is een account aanmaken op mijn website. Dat is gewoon puur voor de veiligheid. En die accountgegevens die worden ook strikt persoonlijk bijgehouden. Dus die gaan niet openbaar gemaakt worden. Dus je moet geen schrik hebben als je je naam, je adresgegevens en al achterlaat. Nee, je moet daar geen angst voor hebben. Want wij moeten ook weten waar we het naartoe moeten sturen. Jouw pakje. Dus als het geld eenmaal op de rekening staat, dus hoe gaan we het te werk? Dus als het geld eenmaal op de rekening staat, dan gaan we pas te werk. En dan, ja, dus je moet schatten 1 tot 2 weken. Moet, levertijd, waarom is dat zo lang? 1, ik moet, ze zijn de flispalen aan het vervangen, dus ze zijn een nieuw rolletje daarin aan het steken. Dus, wat was nu weer om bezig? Waarom dat het 1 tot 2 weken is? Dus als het geld op mijn rekening is, pas is gekomen, kunnen we pas van start gaan. En dan kan ik het pas bestellen aan mijn leverancier, wat dus dan aan jou dan wordt doorgestuurd. Dus ja, dat wordt dan ook bedrukt bij mijn bedrukker. En dan wordt het doorgestuurd naar jullie thuis toe, bij deze. Ik hoop dat jullie nu helemaal op de hoogte zijn gebracht van hoe ik ook te werk ga. Dus ga gerust naar www.cyclotv.be/webshop. Of gewoon naar www.cyclotv.be en klik op het eerste nieuwspostje. Want soms moet ik ook nog de webshoppagina nog updaten. Dus ik zet altijd als eerste online op de hoofdpagina. En daarna komt het pas op de productenpagina. Maar je kunt het wel al bestellen. Dus de eerste 500 bestellers die hebben een eigen t-shirt. Ja, zo in een contrast. Goed die met zijn eigen naam of logo erop. Dus dat zeggen, veel plezier. En nu ga ik mijn concentreren op de weg dat ik richting Bea kan rijden. Yo! Hallo kijkers en welkom op het allerlaatste fragment. Ik ga gewoon blijven filmen tot mijn gsm uitvalt, want die kan op elk moment uitvallen. Ja, je ziet dat ik hier weer al in een auto ben, dus vergeet... Zo kijkers, jullie hebben het misschien wel gemerkt. Ook dat mijn camera, ja mijn gsm is echt heel plat. Ik weet niet als nu mijn beeld en mijn mond samen zijn. Want als mijn hand op de camera is, mijn hand nog open. En in het echt is hem al toe. Oké, maar het maakt niet uit. Dus ik ga hier dus afronden, want mijn gsm is echt plat. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Bij deze, dus ik ga hier niet te lang meer rondfilmen. Bij deze, mijn gsm is echt plat. Salut en tot morgen. Joe.